YouTube doet. Like sneller dan dat ik het alfabet opnoem voor een 10. En ik ben snel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Die staat aan het einde. Vandaag ga ik van slechtste naar beste. Geen foto's. Leerling in de creepypasta school. Hoe? Ik beantwoord vragen van alle leerlingen. En elke keer dat ik een vraag goed beantwoord, word ik een iets betere leerling. En de laatste vraag wordt gesteld door de directeur. Dat is mijn tekst. Door de directeur. Maar dat zei Bob al. Kan ik de beste leerling worden in één video? Ik weet het niet. Dat is wat ik probeerde. Dus ik heb geen idee. Elke leerling bevindt zich in een ander lokaal. En het eerste lokaal is... geen lokaal. Dit is de cafetaria. Dit is waar je kunt eten en zitten. Alleen ik zie hier geen hallo? Wie ben jij? Ken je me niet? Nee. Anders had ik toch niet gevraagd wie je was. Ik ben de rode Huggy Wuggy. Beter dan de blauwe. En waarom ben je beter dan de blauwe? Nou, gewoon... Ik ben rood. Ah, weet je, ik heb hier geen tijd voor. Wat was je hier aan het doen? Ik was mijn huiswerk aan het leren natuurlijk. Je wou gewoon een blikje cola uit de machine halen, of niet? Misschien. Oké, okay, rode Huggy Wuggy. Wat is mijn eerste vraag? Want ik moet er 10 beantwoorden in totaal. Heb ik dat al gezegd? 10 vragen in totaal. Wat is het lievelingseten van Huggy Wuggy? Zijn dat pannenkoeken, hamburgers of pizza? Oké, laat me even nadenken. Wat is het favoriet? Huggy Wuggy eet alles. Maar pannenkoeken, hamburgers of pizza? Ik vind Huggy Wuggy wel een zoete kouwer. Oké, rode Huggy Wuggy. Volgens mij zijn het pannenkoeken. Dat is helemaal juist. Of nee, ja, eigenlijk vind ik alles lekker. Oh my gosh, dat dacht ik al. Maar hey, we hebben het goed. En ik heb haast, want er zitten leerlingen te wachten. Gelukkig is het volgende lokaal in de buurt. Het zit er letterlijk naast. De bibliotheek. De bibliotheek. Ik mag hier alleen maar fluisteren. Oh! Ja. Dat was geen fluisteren. Wacht eens even. Deze creepypasta ken ik. Ben jij toevallig Purple Guy? Ja, dat ben ik. Maar je moet fluisteren. Oh ja, sorry. Ben jij toevallig Purple Guy? Ik ben aan het zoeken naar een boek. Ik heb geen tijd voor jou. Oké, je kunt doorzoeken. Maar stel me even snel de vraag. Nou, vooruit dan. Hoe heet het restaurant van Freddy uit Five Nights at Freddy's? Oh ja, natuurlijk. Purple Guy is de nachtwacht in het Five Nights at Freddy's restaurant. Hij gaat weer naar de boeken kijken, dus ik kan even nadenken. Volgens mij is het Freddy Fazbear's Pizza. En er zijn zelfs mensen die denken dat het restaurant echt bestaat. Purple Guy? Wat? Het antwoord is Freddy Fazbear's Pizza. Oh. Oh, wauw. Dat had ik niet verwacht. Wat? Heb ik het fout? Nee, je hebt het goed, dus je hebt hersenen. Wat wil je daarmee zeggen? Dat je dom bent! Ik vroeg het niet aan jou. Maar oké, we hebben het goed. Hij gaat verder zoeken naar een boek, dus wij kunnen ook verder. En het volgende lokaal staat voor mij. En het is eigenlijk weer geen lokaal. Dit is het theater van de school. Oh! Wat is... dat? Oké, momentje. Ik moet het even zien. Wat is hij aan het doen? Ik bedoel, hij is duidelijk aan het dansen. Meneer? Oeh, yeah. Wat zeg je allemaal? Nou, gewoon. Ik hou van dansen. Ja, dat kan ik zien. Wacht eens even. Ben je nou helemaal gemaakt van karton? Dat gaat jou niks aan. Wauw, dit is een van de weinige creepypasta's die ik nog nooit heb gezien. Maar ik ben zo benieuwd wie er onder dat masker zit. En ik ben benieuwd waarom jij stinkt. Hé, dat is niet... Ja, ik moet even een virtuele douche nemen. Oké, meneer Karton. Of wat is je naam eigenlijk? Koning Karton voor jou. Ja, zo ga ik je niet noemen. Oké, meneer Karton, wat is de vraag? Welke creepypasta ziet eruit als een konijn, maar is een mens? Welke creepypasta ziet eruit... Oh, hij is weer aan het dansen. Oké, wacht even. Je hebt natuurlijk Bonnie, maar dat is een animatronic uit Five Nights at Freddy's. Welke creepypasta ziet eruit als een konijn, maar is een mens... Fanny. Ik heb al eens een keer een video over Fanny gemaakt. Mensen denken namelijk dat er een meisje in het kostuum zit genaamd Vanessa. Dus volgens mij is dat goed. Ik heb het antwoord. Oei. Luister, ik heb het antwoord. Eindelijk. En wat mag dat zijn? Een creepypasta die eruit ziet als een konijn, maar eigenlijk een mens is Fanny. Oh, dat is jammer. Wat? Heb ik het serieus fout? Nee, je hebt het goed. Maar ik had liever gezien dat je het fout had. Oh my gosh, wat ben jij gemeen. En hij is weer aan het dansen. Weet je, ik ga er gewoon vandoor. En het is tijd voor het volgende lokaal. Oh, wat ruikt het hier lekker. Oeh, dit is allemaal soep. Oh, doet. Dit wordt het lekkerste soepje ter wereld. Hallo, Gator? Misschien nog een beetje zout. Gator, hallo, ik ben er. Nee, wacht. Peper, dat is het. Gator, hallo! Wacht, wat? Wat heb jij hier te zoeken? Ik kwam hier eigenlijk om een vraag te beantwoorden, maar... Oeh, dus eigenlijk wel een kommetje soep. Helaas kan ik je dat niet geven. Wat? Waarom niet? Omdat het allemaal van mij is. Nou ja, dat had ik kunnen verwachten. Vertel, Gator, wat is de vraag? Oké, vooruit dan. Welke creepypasta verandert in het donker? Welke creepypasta verandert... Ah, dat is een makkie. Sundrop is een creepypasta die... kapot eng is. Maar wanneer het donker wordt, is die...
mega kapot denk. Dan verandert hij namelijk in Moondrop. Gator, ik heb het antwoord. Ik kan niet wachten tot dit soepje klaar is. Gator, ik heb het antwoord. Oh, wat? Waarom laat je me schrikken? Gast, ik sta de hele tijd naast je. Hoe kun je überhaupt schrikken? Het antwoord is Sundrop. Sundrop verandert wanneer het donker wordt in Moondrop. Correct. Je hebt het goed. Goed gedaan. En nu wegwezen. Nou, dankjewel. Ga jij je soep maar maken. Ik heb zin in soep. Oké, dit is vrij bijzonder. Het volgende is namelijk geen lokaal, maar een toilet. Ik heb alleen geen idee waar ik moet zijn. Wacht, wat? Komt dat hier vandaan? Oh, Talking Tom. Sorry. Geen probleem. Ik ben net klaar. Je bent net klaar. Oh, god. Weet je, laten we hier maar even praten. Even doortrekken. Oké, daar gaan we. Wat fijn, Talking Tom. Is er geen kattenbak in deze school? Ik weet gewoon hoe een wc werkt, hoor. Ja, nee, oké. Maar oké. De vraag is simpel. Wie is ouder? Ik, Talking Tom of Talking Angela? Oeh, dat is een best wel goede vraag voor een kat die ik betrap op de wc. Oh, nou, dankjewel. Wie is er ouder? Nou, oké, wacht. Ik heb beide apps een keer gebruikt. Talking Tom, Talking Angela en ook Talking Ben, maar die zit toevallig niet op de wc. Nee, die zit er niet. Volgens mij is de Talking Tom app was die er als eerst. Echt jaren terug. En daarna kwam Angela. Volgens mij ben jij ouder dan Talking Angela. Volgens mij heb jij dat goed correct. Helemaal juist. Oké, nou. Thanks. Eindelijk kan ik er weer vandoor. Wacht eventjes. Ja, wat is er? Kun je wat toiletpapier voor me halen? Doe, je bent een kat. Je hoeft toch helemaal geen... Ik wil dit ook helemaal niet bespreken. Nee, is het antwoord. Oké, ik ben nu op de volgende verdieping. En volgens mij moet ik naar de danszaal. Waar niemand danst. Wat? Hier heb ik toch afgesproken? Hallo? Oh my gosh, ben je serieus? Ik had kunnen weten dat het zo zou lopen. Altijd hetzelfde liedje met creepypasta's. Niet zo snel. Oh, wacht. Waar kwam dat vandaan? Hier zo. Ik sta hier. Oh my gosh. Pennywise, wat doe je daar nou weer? Ik hou van een verrassing. Surprise. Doe, dat is geen leuke verrassing. Waarom ruik je naar slagroomtaart? Omdat ik me daar 's ochtends mee was. Je was je met slagroomtaart? Hebben clowns geen shampoo? Weet je, kom maar met je vraag. Wie is de baas in Squid Game? Wie is de baas? Dat is wel een hele makkelijke vraag. Dat is de frontman. Je weet wel, die guy. Correct. Dat is toch een veel te makkelijke vraag? Ik ben een clown. Ik ben goed in grapjes maken. Niet in vragen bedenken. Oké, daar heb je een punt. Heb je een leuk grapje voor me? Jawel. Trek eens aan mijn vinger. Oké, prima. Doei Pennywise, ik heb... Oh my gosh, je ruikt die slagroomtaart. Oké, dat was raar. Maar nu wordt het interessant. We hebben namelijk elk lokaal in de school gehad. Alleen het gaat verder dan alleen de school. En daarom ben ik nu... Oh, mijn oren. Wie heeft die muziek zo hard staan? Oh my gosh. Ben jij... Ja, dat ben ik zeker. Sonic.exe? Waarom ben jij hier? Ik had geen zin in les. Wel in muziek. Oké. Nice. Maar luister, ik probeer de beste leerling... Kun je stoppen met springen? Kun jij stoppen met jou zijn? Dat is niet aardig. Ik wil de beste leerling zijn, dus geef me een vraag. Alsjeblieft. Oké, noem drie poppen die leven. Drie poppen die leven. Geef me even. Oké. Sonic, alsjeblieft, muziek. Oh ja, sorry. Oké, we hebben sowieso Poppy Playtime. Oké, dan heb je Chucky. Chucky, ja tuurlijk. Chucky is sowieso de meest bekende pop die leeft. Annabel? Ja, Poppy Playtime, Chucky en Annabel. Dat ging makkelijker dan ik dacht. Sonic, ik heb het antwoord. Welk antwoord? Het antwoord. Op de vraag die je stelde. Ik heb geen vraag gesteld hoor. Sonic, ben je serieus? Nee, grapje. Zeg maar. Oh my god, je bent zo Het antwoord is Poppy Playtime, levende pop. Annabel, levende pop. En welke zijn... Oh, Chucky. En Chucky. Ja, je hebt het goed. Leuk, grappig, cool. Kun je nu weggaan? Je stinkt. Oh, jullie creepypasta's zijn gewoon niet aardig. Zet de muziek aan. Soms moet je gewoon even lekker dansen om blij te zijn. De volgende leerling waar ik naar op zoek ben. Om eerlijk te zijn snap ik niet eens waarom die al op een school is geweest. Klinkt misschien nu onlogisch, maar wacht maar. En volgens mij heb ik dit hier ervoor nodig. Nice, ik ben er. Het skatepark. Wat? Hè? Oh my gosh, je bent een baby op een skateboard? Je kan niet eens praten. Gaat het wel? Wat? Wat? Wat wil je zeggen? Moet ik iemand bellen? Grapje. Oh my gosh. Ben jij de baby in yellow? Ik ben de baby in yellow. De engste baby in town. Maar wacht, je bent een baby. Sinds wanneer kan je praten? Er is een blauw beest wat alles opeet, genaamd Huggy Wuggy. En jij vindt het raar dat een baby praat. Ja, oké. Bijna alle creepypasta's zijn raar. Vertel, wat is de vraag? Want jij bent de ene laatste. Hierna mag ik naar de directeur. De directeur? Ja, de directeur. Waarom zeg je dat zo? Je wil niet naar de directeur. Jawel, dat wil ik wel. Ik beantwoord al deze vragen juist om daar naartoe te gaan. Oké. Als jij het zegt... Wat is de vraag, baby in yellow? Welke creepypasta kan teleporteren? Welke creepypasta kan teleporteren? Ik ga erover nadenken terwijl ik skate.
Oké, nee, ik had gewoon zin om te skaten. Nou, volgens mij is er maar één creepypasta die dat kan. Hij kan slecht tekenen en verstopt de tekeningen in het bos. Ik heb het namelijk over... Waarom dansen alle creepypasta's? Omdat dansen leuk is. Ja, oké, daar heb je gelijk in. Oh, yeah. Ja, ik heb hier geen tijd voor. Een creepypasta die kan teleporteren, en waarschijnlijk ook de enige die dat kan, is Slender. Je mag naar de directeur. Oeh, ik begin het wel een beetje spannend te vinden. Oké, dit is het nablijflokaal. Maar nu ik bijna de beste leerling ben, het kantoor van de directeur. De vorige keer toen ik hier was, kwam ik erachter dat Jenna de directeur was. Maar vandaag... Polly! Oh my gosh, dat is lang geleden. Heb ik gezegd dat je mocht praten? Nee. Sorry. Baldi, luister. Ik heb alle vragen tot nu toe goed beantwoord. Dus jouw laatste stomme vraag ga ik ook gewoon goed hebben. Nou, in dat geval. Hoeveel is 344 keer 12,5 gedeeld door 2? Ja, ik heb een probleem. Oh my gosh. Hij is doos aan het uitpakken. Oké, dit is mijn kans. Rekenmachine, snel. Oké, Baldi. Wat is er? Het antwoord op jouw vraag. 2150. Voor wie werk jij? Rekenmachine. Maar afspraak is afspraak. Je krijgt je beloning. Oh, ik ben kaal. Precies. Nu ben je net zo cool als mij. Thanks, Baldi. En wat doen we nu? Nou, gewoon wat elke kale leraar doet. Je bedoelt de kale mannendans. Oh, snap. Dit was amazing. Van slechtste naar beste leerling. Abonneer voor meer en adios.